tweede Nationaal Risk Assessment, NRA-rapport, toont aan dat een vooruitgang is in opschoning van het financieel systeem van Suriname. Het rapport is gepresenteerd aan de regering en de resultaten daarvan zijn gisteren gedeeld met het publiek. Minister Stanley Ragubarsing geeft aan dat er heel hard gewerkt is om de resultaten die in het rapport staan te bewerkstelligen. Wij weten dat jaren geleden een eerste National Risk Assessment uitgevoerd is. En dat houdt in wat zijn de risico's van ons land om in de internationale gemeenschap mee te doen. Met regels, met goed bestuur, met financiële regels. En er is in het afgelopen jaar heel hard gewerkt in een project implementation unit onder leiding van Roy Bainat Pandey, maar met andere senior gezaghebbende mensen in ons land, om dat rapport, dat National Risk Assessment rapport van het verleden, aan te passen naar de huidige situatie. Waar staan we vandaag? Is er vooruitgang geboekt? Zijn we achteruit gegaan? Is het beter geworden? En wat betekent dat voor ons land? De financiënminister zegt ook dat Suriname ondersteuning van de internationale organisaties heeft gekregen. Suriname heeft volgens hem veel vorderingen geboekt op het gebied van wetgeving voor de bestrijding van criminaliteit verbonden aan drugs. En de conclusie van dat Nationaal Risk Assessment rapport is 1. Dat er heel veel successen te melden zijn. Dat er vooruitgang geboekt is in het opschonen van ons land. De regels beter stellen. Meer wetgeving in plaats hebben. Communicatie met elkaar. Coördinatie. Bestrijding van zaken die verkeerd gaan. Dat wij, en daar zal straks wat meer informatie over gegeven worden, dat wat er in Suriname gedaan is, werkelijk opvalt, in goede zin. Het NRA-rapport voor Suriname identificeert verschillende hoge risico's bedreigingen, waaronder corruptie, drugshandel, belastingontduiking en smokkel. Het eerste onderzoek is uitgevoerd tussen 2019 en 2020. Het tweede rapport is uit de periode tussen 2023 en dit jaar tot stand gekomen.